Jay, in hoeverre speelden wij afgelopen zaterdag onze beste wedstrijd? Ja, ik denk dat we voetballend goed waren. Ik denk dat, dat alles lukte eigenlijk wat we probeerden. Dat we veel tot scoren kwamen. En dat is gewoon goed. Ja, dat is ook wel waar we op hikten, hè? Meer scoren. Mm-hmm. Ook vroeg scoren trouwens. Ja. Wordt daar nou extra op getraind of hoe zie je dat? Nou, ik denk sowieso dat als je vroeg scoort dat je dan lekker in de wedstrijd komt. Dat je er lekker in zit. En ja, is ook gewoon goed voor het team. Dan krijg je ook de fans erachter als je vroeg scoort. Dus is goed. De laatste drie wedstrijden, 3 assists, 3 goals. Gaat lekker. Ja, ik mag niet klagen. Het gaat goed. Eindelijk rendement. Natuurlijk, als je scoort, dan voel je jezelf gewoon lekkerder. En ja, ik kom nu vaak in die positie om te scoren. En gelukkig gaan ze erin, dus ik hoop dat ik het vasthoud. Wat deed je nou bij het juichen? Je wees naar je nek of zo? Wat was dat? Ja, dat is, iets tussen een paar vrienden van mij. Hadden we wat afgesproken, dus dan had ik dat gewoon gedaan. En het dansje met Mike? Ja, nou, ik zag Mike, hij doet het wel vaker, dus ik dacht, ik doe gewoon mee. Ik denk dat we elkaar wel goed aanvoelen. Ik denk dat we een beetje hetzelfde spelen. We weten ook wat we van elkaar verwachten. Het combinatiespel tussen mij en hem, dat gaat gewoon goed. Dus hij weet ook wanneer hij moet lopen, waar ik de bal wil hebben. Dus loopt goed. Ja, aankomende vrijdag tegen je oude club. Ja, zin in die wedstrijd om weer terug te keren in Amsterdam. Ja, natuurlijk is het een droom als je bij Ajax speelt om in de arena te spelen. En natuurlijk is het mooi om er weer terug te keren en iedereen weer terug te zien. Dus het wordt een leuke wedstrijd. Ja, want ik zag op je Instagram dat jij Noah Lang feliciteerde met zijn hat-trick. Ja. Kennen jullie elkaar goed? Ja, we zijn al sinds kleins hele goede vrienden. We hebben altijd bij elkaar in een team gespeeld. En los van voetbal zijn we ook gewoon vaak samen en hebben we vaak contact. Dus het is leuk om hem ook weer te zien. En te zien dat het goed gaat met hem nu. Verwacht je ook veel familie? Ja, ik denk wel dat veel familie komt. Het is lekker dicht bij huis, dus ik hoop dat iedereen komt.